behang nauwkeurig laten aansluiten op schilderwerk is niet eenvoudig. Maar dat los ik op met een wandlijstje. Het verbergt de rand van het behang en sluit naadloos aan op het schilderwerk. Waar de lijsten in de hoek van de kamer samenkomen, moeten ze nauw aansluiten. Dus zaag je ze daar keurig in verstek. Met lijm worden de lijsten op de muur bevestigd. De overtollige lijm zorgt voor een naadloze aansluiting met de wand. Met wand- en sierlijsten kan je trouwens ook creatief aan de slag. Zo kan je je muren een origineel accent geven door enkele gelijke stukken behang in je schilderwerk te laten terugkomen. Afgewerkt met kaders in dezelfde wandlijstjes als daarnet, geeft dat deze ruimte nog wat meer cachet. Ook voor het plaatsen van de plinten geldt, eerst plaatsen en dan schilderen. Wanneer de lijm droog is, kunnen lijsten en plinten in de gewenste kleur geschilderd worden. Om vochtproblemen te voorkomen, dicht je de naad tussen vloer en plint af met siliconen. Zo, dat waren de meer creatieve toepassingen, maar hier zit ik met een praktisch probleem. Ik heb een barst tussen de muur en het plafond en achter een plafondlijst zit die barst perfect verborgen. Plafondlijsten verzagen vraagt wel enige precisie. Er komen immers drie vlakken samen, twee wanden en een plafond. Met behulp van een vochtige spons gebruik je ook hier de overtollige lijm voor een naadloos eindresultaat. Je ziet, met een beetje creativiteit en een paar originele ideeën kan je een kamer tot een eigen unieke ruimte inrichten.